Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Het is op dit moment eerste kerstdag voor jullie, voor ons niet. Maar dit is wel de drukste dag in Baarle, het weekend voor kerst. Meestal is het hier gigantisch druk en kan niemand zijn auto kwijt. We gaan zo naar de tabakboutique wat inslaan, want we gaan ook wat stoken gelijk. Zien jullie waarschijnlijk morgen in de video om 12 uur. En we gaan een hele hoop stoken, man. Dus let's go. Wil je er wat van? Ja. Zou ik even goed halen? Tuurlijk. Dan moet je er even staan. Ja. Ik denk dat het een kees. Nou, verschillende boeken. Romeinse kaarsen. 6 euro. Even alle benen filmen. Moet je kijken hoe druk het hier is. Niet normaal. Het is gigantisch druk hier binnen, jongens. Ik denk dat als we iets gaan bestellen, dat we zeker een uur binnen zijn. Dus we gaan niet naar binnen. We gaan gewoon even naar de bunker of zo. Daar even wat inslaan. Ja, doe. Gaan. Yes. Ik zeg gewoon dat ik al verkeersregelaars heb om alle mensen hier kwijt te komen. Maar hoe druk was het daar, jongen? Bij loods. Als je hier kijkt, heel rustig, maar als je er binnen gaat. Ja, chaos, man. Dus... Ja. Zoals je kan zien, verkeersregelaars. Hier loopt eentje voor me. Is een gele pakkie. Hé, hey, maar hoe druk zal de bunker zijn, man? We moeten echt even snel ergens een tasje kopen en dan snel naar de stooklocatie, man. Ja, jongens. Zoals jullie kunnen zien, politie. Wat staan ze daar te doen, denk je? Het zal vast niet kijken hoe laat het is. Nee, ze staan dus, kijk, zoals jullie kunnen zien, ze naar de bunker. En hier rechts zagen we dus politie naartoe gaan. Daar staan ze. Volgende week op deze tijd. Ja, mooi. Volgende week hebben we deze. Als jullie het zien over een paar dagen. Hey, maar hoeven ze nu nog door te lopen? Jawel. Hoeft niet. Jawel, man. Jawel. Klopt. Maar het is mega druk hier, man. Het is echt gek huis, man. Pyro Boys Twente in de building. Die gaan we zeker halen. Nummer 4. Nietjes. Tunnekins. Die is goed, man. Ja, die is echt goed. Daar. Maar hier kan je pennen inzetten, man. Dat is een saluutcakeje. Hier kan je pennen inzetten, Rick. Wat een chaos hier. 1 plus 1 geles, die zijn 2,25 per stuk, heb je besef. Ja, maar die kunnen echt omvallen, man. Zeggen, dat is levensgevaarlijk. Ja. Je gewoon uit je hand schieten, zo. Die hebben we ook gehad. Welke hadden we ook weer? Welke om je nek deze? Welke hadden we ook weer? De bekrekking wat. Ja. Krijg je batterij? Ja, jongens, Instagram stories worden volop up-to-date gehouden. Er staat heel veel controle hier. Wel van de Belgische politie. We dachten eerst ook de Nederlandse. Alleen ze zijn dus aan het controleren op de 1 kilo regel. Je mag hier dus maximaal 1 kilo per persoon meenemen. En dus zijn ze aan het controleren. En dat heb ik niet vaak gezien, man. Jij? Ja, een paar keer. Oké, maar ook van de Belgische politie? Ja. Oké, nou ja, we gaan gewoon even een rondje lopen om te kijken waar ze staan. Want jullie zagen het net al op beeld. Hij wilde naar binnen, omdat hij dacht dat ze naar de bunker gingen. Maar natuurlijk gaan ze niet naar de bunker in uniform. Dat zouden ze net morgen deze het ook, jongen. In uniform. Ja, dat zei hij toch? Nou, in ieder geval, ze gingen dus een ingang in en dan gingen ze daar staan en gewoon wachten tot er iemand naar buiten kwam waarvan ze dachten, die heeft veel. Zoals dus niet. Ja. Moet je kijken, er staan ook nog allemaal verkeersregelaars daarachter. Ja. Niet normaal, man. We gaan even een rondje lopen, jongens. En dan straks gaan we even wat stoken. Maar morgen komt de echte stookvideo. Dat heb ik net ook al gezegd, maar we gaan een goede stookvideo voor jullie opnemen. En die zien jullie morgen om 12 uur. Pyro Shop, jongens. Kijk wat voor deals ze hier hebben. Daar gaan we een pakje van doen. Daar een pakje van. Hé, hey, krijg je een shop, man, want dan ben ik bazaar. Ja,
Hé, hey, zie die zwarte, man. Dat zijn die zwarte. Ja, dat is een zwarte. €5, jongens, voor één doos. Klein, die zijn echt goed. Zullen we daar een pakje van doen? Die hebben we ook gehad, man. Die Titanic 2.0. Welke? Die nemen we ook op. Die zijn ook heel goed. Ja, man. Met, die zien jullie waarschijnlijk morgen in de video. Titanic alleen. Morgen een mooie stookvideo, man. Toch? Ja, ja. Energy drankje voor jou. Nee. Dieptebommen? Ja. Wat lijkt ook wel. Ja, man. €20 of 100. Die gaan we halen. Waar hou je dat nou? Bij de Pyroshop. Dit is dus het weekend waarin het super druk is hier in Baarle. Daar de tabakotiek. Daar de bunker voor de Pyroshop. En er zijn zoveel auto's. Er is politiecontrole. Ik zou het niet aanraden om in deze periode te gaan, jongens. Wij hebben wel wat gehaald, dat hebben jullie net kunnen zien, maar we kunnen niet alles filmen wat we hebben. Omdat ja, er zijn heel veel controles, ook op het gebied van 1 kilo. En daardoor moeten we gewoon even ja, safe spelen. We gaan nu naar de stooklocatie, stoken we even wat voor jullie. En morgen komt de hele stookvideo online, morgen om 12 uur. Dus, onderweg weer richting de stooklocatie. Maar we rijden wel even langs de Pyroshop. Het is gewoon niet te doen hoe druk het hier is. Moet je kijken. Het staat vol gek. Heb jij een scheet gelaten? Ja, maar het is nu wel wat rustiger geworden. Dat is wel apart. Ja, ja. Merk je dat ook? Zeker. Ja, hier wel. Ja. Maar dat komt omdat daar verderop allemaal politie staat. Ja, we gaan zien. Ja, er zijn heel veel mensen afgeschrikt. Dus als jullie deze video dit jaar niet meer zien, dan... ja. Ja, het is niet echt slim om nu wat te halen. Maar wij hebben gewoon wat voor in België. En daarom blijven we ook in België. Rijden we zo even naar de stooklocatie. Dat is denk ik 1,5 uur rijden hier vandaan. En dan zien we jullie zo bij de stooklocatie. We zijn even op locatie, jongens. Morgen zien jullie de stookvideo. Maar nu even een klein ander deel. Lachen. Kutte dingen. Het is allemaal grappig, weet je. Het kan nog niet hard, maar het kan wel... Leuk idee, man. Zo, wegkleuren. Ja, dat is een leuk. Nog meer? Wil je even stoken, jongen? Staat het nog? Hé! Hey. Die zijn nat geworden, denk ik, man. Ja, dat is weigeraadje. Kijk, bij Mudatje. Kan je heerlijk gooien deze manier. Ja, die waaien weer terug. Ja. Het zijn net frisbees. Ja, gewoon lekker in de tas, joh. Deze. Ja, hij zijn wel goed, hoor. Voordat zo klein als ze zijn. De bemiddel. Dat zijn echt de beste. Kaboom! Pak pack vallen. Diepe bommetjes. Okay. Mooie dingen, man, die diepe bommetjes. Mooi design. Wat hebben we nog meer? Ja, die diepe bommetjes. Ja, als je die hem, hier, als jij deze als stooksessie doet. Hoe bedoel je? Je hebt die betere torch, of wat is dat? Dus pillycrackers. Loco. Die is helemaal loco, inderdaad. Zo. Waarop, man? Die ging nog sneller, dat kan zo. Nou, voor de bommetjes. Het zou ook wel iets geks zijn. Ik kan nooit zo voorstellen. Ik heb boom. Wat een man. Zo. Dit is kut, maar deze is wel leuk. Wat zijn die? Goed. Eén heksenkringetje, jongens, om dat te leren. Heksenkring? Oh. Echt zo. Deze is niet zo heel erg natuurlijk. Oh, 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 heb je hem aangedaan, joh? Ja, toch wel een lachen matje, man. Dingetjes, die kleintjes. Toch wel leuk. Nee. Okay, so...